Goedemiddag iedereen. Kan u mij verstaan? U kan via de chat uw hand opsteken of een reactie geven op wat ik hier zeg. In elk geval, welgekomen op deze sessie over de steunmaatregelen in het Brussels gewest naar aanleiding van de coronacrisis. Misschien eerst even kort. Ik ben Anton van Assen, de coördinator van de Unizo-werking in het Brussels gewest. Unizo is de organisatie voor zelfstandig ondernemers, het grootste ondernemersnetwerk in Vlaanderen en Brussel. Een Nederlandstalige organisatie die zich vooral focust op de zelfstandige ondernemer. Dat is die ondernemer die met zijn eigen geld, op zijn eigen risico en op basis van zijn eigen competenties in eerste instantie zijn eigen werk of haar eigen werk creëert. En daarna meestal ook het werk van anderen. Dat is een beetje de rode draad van onze organisatie. Wij staan voor al die ondernemers en wij proberen u te ondersteunen via informatie, via begeleiding en coaching en via opleiding en ook via netwerksessies, netwerkmomenten en kennismaking met andere ondernemers. En uiteraard, last but not least, proberen wij uw belangen bij de verschillende overheden, federaal, Belgisch, Brussels, Vlaams en ook Europees, te verdedigen. Dat is ook een belangrijke pijler van onze werking. Uw Ik onmisbare zie dat partner Madonna wil. een vraag heeft. Oké, dat kan ik inderdaad niet zien. Dus Veronique, Nee, ik richt helemaal me op niet. u om mij te onderbreken op basis van die vragen. Maar ik ga voorlopig gewoon verder of stuur je ze mij door? Je moet ze mij zeggen eigenlijk. Ja, oké, Madonna, u kan spreken, uw micro is aan. Madonna? Ja, hallo, hoort u mij? Goedemiddag. Ja, fijne middag alvast. We hebben eigenlijk twee zaken dat gelegen zijn in Brussel, maar wij wonen in het Vlaamse gewest. Nu, dat is al een hele discussie geweest met de mensen van 1819, met de mensen van Vlaio. Wij zitten met het feit van, kijk, wij kijken naar het Belgische nieuws op 1. Nu, daar is de federale regering op tv geweest met minister Wilmes. En die heeft toen vermeld van, kijk, ja, de steunmaatregelen zijn de hinderpremie, 4000 euro voor iedere onderneming, hangend van het aantal vestigingseenheden dat je hebt. Wij hebben er twee, dus we hebben 8000 euro gekregen van het Brussels gewest. Maar daar was ook vermeld van, ja, iedereen dat zijn zaak moet langer sluiten, die krijgt 160 euro per dag. Dat is in het Nederlands op het nieuws geweest en in het Frans vertaald letterlijk op 1. Nu, wij zitten met het probleem. Wij gingen ervan uit, ja, oké, wij doen toe, wij moeten toedoen. Oké, we respecteren alle regels. Wij wachten nu al tot en met deze avond al af van mogen we het terug open doen of niet. Nog altijd geen nieuws. Maar wij hebben dus geen aanspraak op die premie van 160 euro per dag. Wat dat eigenlijk het feit is dat dat niet eerlijk is, dat iemand dat in Vlaanderen woont. Die betaalt Belgische belastingen. Die wordt getaxeerd voor zijn pand op Brussels gewest. Dus dat moeten we ook betalen. Plus, dan moeten wij nog een keer eigenlijk gewoon zeggen, als wij bellen naar 1819, ja, u moet u daarbij neerleggen, meneer, dat u geen recht hebt op die premie. Maar dat is voor ons ook eigenlijk een doodsteek, dat wij gewoon eigenlijk maar 8000 euro krijgen als dat is het. En als wij in Vlaanderen zouden gelegen zijn, krijgen wij nog een keer 160 euro per dag. We zijn van 16 maart toe, 6 april gesloten. Dat is een hele periode. Dat is meer dan 40 dagen. Allee, wij zijn 7 op 7 open. Dat is wel een doodsteek. Ja, het spijt mij, maar België is een geregionaliseerd land. Hè, dus daar zijn drie gewesten en elk van die gewesten hebben hun eigen steunmaatregelen. Hè. Ik ga daar straks op terugkomen in de presentatie. En die verschillen van elkaar, die verschillen in functie van budgettaire mogelijkheden, die verschillen in functie van politieke beslissingen. Voor Unizo is de benaderingswijze altijd dezelfde. Wij zijn gegaan voor maximale compensatie, in het bijzonder van de zwaarst getroffen sectoren, zijnde de horeca. Voor maximale compensatie en ook voor een gelijke behandeling in de drie gewesten. Nu goed, kijk, wij hebben natuurlijk niet. Enfin, er is weinig overleg geweest tussen de gewesten over die maatregelen.
En dus bij gevolg zijn daar verschillen. Daar is inderdaad zeer weinig aan doen. Het spijt me dat 1819 u dat ook al moeten bevestigen heeft. Maar ja, u bent gevestigd in een bepaald gewest en dat brengt met zich mee dat er de nieuwe diensten andere partners, andere budgetten, andere politici staan voor alle gewestelijke of gewestelijke materies, hè, zijnde onder andere de steun aan ondernemingen. Nu, gelukkig of ongelukkig, zoals u dat wil bekijken, zijn er ook heel wat federale maatregelen, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen bijvoorbeeld, of de tijdelijke werkloosheid voor werknemers. En die zijn natuurlijk voor heel België, dus ongeacht in welk gewest u gevestigd bent, van toepassing. Dus dat is, denk ik, dat is een gedeeltelijk antwoord op uw vraag, maar dat is nu eenmaal de politieke situatie in ons land die ervoor zorgt dat er verschillen zijn tussen de verschillende gewesten. En het is in het bijzonder voor ondernemers zoals u, die ofwel in het Vlaams gewest gevestigd zijn, ofwel vestigingen hebben in verschillende gewesten, is dat uiteraard bijzonder gecompliceerd en heeft dat zelfs, zou ik durven zeggen, weinig meerwaarde. Maar goed, kijk, dat is de politieke situatie waar we moeten mee leven, of de staatsstructuur waar we moeten mee leven. Dus ja, dat is een beetje de bluts met de buil. Ik hoop dat er ook voor andere sectoren misschien voordeliger maatregelen zijn in Brussel dan in Vlaanderen of in Wallonië. Maar goed, kijk, elk gewest probeert zijn ondernemers op de best mogelijke manier te ondersteunen. Enfin, dat is in elk geval wat wij vragen aan alle gewestregeringen. Als u mij toestaat, ga ik even verder in de presentatie. Dus ik vatte net even samen wat Unizo voor u kan betekenen. En ik wil, ja, dat ben ik zelf, in volledig beeld, want u ziet nu alleen mijn hoofd, vermoed ik. Dus ik volg de Unizo, voor Unizo de werking op in het Brussels gewest. En voor alle vragen omtrent die regionale materies binnen Brussel kan u bij mij terecht. Ik ga kort even de logica van deze uiteenzetting doornemen. In elk geval, het is zo dat de overheid of de overheden verschillende maatregelen hebben genomen en die zaten tot nu toe vooral in de logica van de compensatie. Dat wil zeggen, we gaan de ondernemers die getroffen worden door deze crisis zoveel mogelijk trachten te compenseren. Stilletjes aan. Voor het compenseren voor het geleden verlies. Nu, die compensatielogica, naar mijn bescheiden mening, zijn daar natuurlijk enkel verliezers. Voor de ondernemers die recht hebben op compensatie, die zullen misschien vinden dat het te weinig is, of dat het in elk geval niet de verliezen compenseert. Er zijn ondernemers die niet in aanmerking komen en die toch schade lijden of verliezen lijden, en die dus eigenlijk niet gecompenseerd worden, dus dat zijn ook verliezers. En de overheid zal altijd, ondanks de inspanningen die ze doet, en in het Brussels gewest gaat dat over, als we het nu hebben over die premie van 4000 euro, waar net over sprake was, dat gaat om 100 miljoen euro. Dat is een grote inspanning, een budgettaire inspanning voor het Brussels gewest. En toch zal zij als politieke overheid daar geen groot applaus voor krijgen. Dus eigenlijk zijn er alleen maar verliezers bij die compensatielogica en zullen de overheden zeer kortelings overstappen naar een relance- en een transitielogica. Dus hoe kunnen we de bedrijven die deze crisis nu doorgekomen zijn en die we geholpen hebben om die door te komen, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat dat terug levensvatbare bedrijven worden of blijven? Dat is een beetje ook de rode draad door de korte uiteenzetting die ik hier ga geven. Hierover ga ik het hebben, dus misschien even kort die steunmaatregelen. Ik ga straks een kijkje nemen op de website van Unizo, die al die steunmaatregelen heeft verzameld voor u, op een zo overzichtelijk mogelijke wijze. Nu, in elk geval, we zien daar eigenlijk vier verschillende elementen. Eerst, wat ik al zei, de compensatieregelingen, de premies ter compensatie van het geleden verlies, die ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen overleven. Dat die periode voor ondernemers en ondernemingen, ja, dat ze die kunnen doorkomen. Een tweede groep van maatregelen zijn uitstel van betalingen, uitstel van belastingen
en dergelijke meer, die moeten toelaten om de kaspositie, de trezoriepositie van de ondernemers te versterken. En om in de periode waar er geen inkomsten zijn, ervoor te zorgen dat er ook niet te veel uitgaven zijn. Maar zoals gezegd, het is een uitstel. En dat heeft natuurlijk wel een aantal risico's, zeker voor de ondernemingen die niet op dezelfde wijze kunnen hun activiteiten hernemen nadien. Want die schulden blijven natuurlijk bestaan. Afstel, dus of het vrijstellen van bepaalde betalingen, bepaalde sociale lasten, ook heel de alle maatregelen rond de tijdelijke werkloosheid, die hebben ervoor gezorgd dat het loon eigenlijk is vrijgesteld, dat niet moet betaald worden. De overheid heeft een deel van het loon, van de loonlast van de werknemers overgenomen. Dus dat is afstel van betalingen. Dat is natuurlijk erop gericht om de basis van de ondernemingen te vrijwaren om die relance achteraf te kunnen garanderen. En een laatste maatregel is de overname van schulden, eigenlijk het publiek maken van een aantal private schulden. Ik bedoel daarmee schulden die bijvoorbeeld die een onderneming heeft bij de banken, worden door de overheid gegarandeerd, hè, zodanig dat de banken overbruggingskredieten kunnen geven en dergelijke meer. Maar natuurlijk, het is de bedoeling dat die schulden toch vroeg of laat worden terugbetaald en de overheid wenst of kan, net als de banken trouwens, dat alleen maar doen voor die bedrijven waarvan ze geloven of hopen dat de groei nadien gegarandeerd is en blijft. Naast de steunmaatregelen van de overheid ga ik het ook nog kort even hebben over de steunmaatregelen van partners van de onderneming en tot slot ook over de relance en de periode waar we nu hopelijk zo snel mogelijk naartoe kunnen gaan. Eerst en vooral dus die steunmaatregelen voor Brusselse ondernemers. We hebben die opgelijst in een overzichtelijk, maar dat is zeer relatief, overzicht op de Unizo website. Ik ga daar even naartoe. Excuseer. Voilà, op de Unizo website hebben wij alle steunmaatregelen voor u opgelijst. Dat was een redelijk overzichtelijk verhaal, maar dat is toch redelijk ondoorzichtig geworden. Hè? Als u hier ziet wat ik u laat zien, ik hoop dat u mijn scherm goed ziet. Veronique, kan u me dat even bevestigen? Ja, absoluut. Geen probleem. Oké. Dus we hebben daar de coronasteunmaatregelen opgelijst. Dus u vindt daar in principe, ik ga er even door om u de relatieve overzichtelijkheid daarvan aan te tonen. Daar zijn zowel federale als Vlaamse als Brusselse maatregelen bij. En voor de Brusselse ondernemer gelden uiteraard enkel de federale en de Brusselse steunmaatregelen. Maar goed, ik had het daarnet over bijvoorbeeld een aantal uitstelmaatregelen. Dus om de kaspositie te versterken. Dan hebben we het vooral over uitstel op vlak van betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en dergelijke meer. Dus autofiscaliteit, ook de onroerende voorheffing, de voorafbetalingen, zijn allemaal zaken die het toch voor uw onderneming zeer belangrijk maken om gebruik van te maken, omdat het u toelaat een aantal betalingen uit te stellen, dus dat u niet dat u niet moet kosten maken bij de bank, overbruggingskredieten betalen bij de bank, om deze belastingen onder andere te betalen, omdat u uiteraard geen inkomsten heeft in deze periode. Dat is een eerste element. Een tweede element, dus wat uitstel betreft. Een tweede zaak is afstel. Wat is er weggevallen? Ik heb het daarnet al gehad over de tijdelijke werkloosheid. Dus dat staat hier bovenaan. Die tijdelijke werkloosheid, daar zijn een heel aantal voorwaarden, maar de grootste of de belangrijkste maatregel is uiteraard dat u eigenlijk op een gemakkelijke manier, op basis van overmacht, automatisch beroep kan doen op deze maatregel. Die tijdelijke werkloosheid bestond al of bestaat wegens economische redenen of wegens overmacht. Daar is nu een speciale corona-maatregel in het leven geroepen die ervoor zorgt dat dat in elk geval snel en efficiënt kan toegepast worden. Nu, de meeste ondernemers hebben daar tot nu toe goed en veel gebruik van gemaakt.
Die maatregelen zijn verlengd. Dat ligt nu wel tot eind juni. Het ligt nog op tafel hoe dat, of dat kan verder verlengd worden tot eind augustus. In elk geval moest het zijn dat die maatregel, die tijdelijke werkloosheid, niet verlengd kan worden. Wil dat niet zeggen dat u daar geen gebruik meer van kan maken voor uw werknemers. Maar er zijn misschien een aantal andere voorwaarden of u zal meer moeten aantonen dat de economische omstandigheden danig zijn veranderd dat u op deze maatregel moet beroep doen. Maar zoals gezegd, die maatregel bestond al en dus is nu enkel een beetje in de toepassingsvoorwaarden aangepast aan de veranderde omstandigheden. Ik ga terug naar het overzichtelijke overzicht, maar wel volledig, om het zo te zeggen. En ik sta ook eventjes stil bij een tweede zeer belangrijke maatregel, steunmaatregel, namelijk dat overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht dat gelinkt is aan de persoon, dus en dat verbonden is aan het betalen van de sociale bijdrage als zelfstandige. En dat u dus ook moet aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds. Dat overbruggingsrecht bestond trouwens ook al en was in het leven geroepen al een tijdje geleden voor ondernemers die om welke reden dan ook verplicht waren om 7 dagen te sluiten. Zij konden dan verhoudingsgewijs een beroep doen op een vervangingsinkomen als zelfstandige. De specificiteit naar aanleiding van de coronacrisis was dat men afstapte voor een heel aantal ondernemers die verplicht waren om te sluiten van die verplichting van 7 dagen. En men dus overstapte naar de toepassing van het vervangingsinkomen voor ineens een hele maand. En dat men ook een zeer groot automatisme heeft ingebouwd voor de toekenning van dat overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei. Ook daar is het nu tot en met juni verworven dat u de meeste ondernemers, en zeker de ondernemers die actief zijn in de evenementensector bijvoorbeeld, die daar nog tot eind juni gebruik van kunnen maken. U heeft misschien gehoord dat vorige zaterdag op federaal niveau er eigenlijk een aantal zaken nog op tafel liggen voor de verlenging van onder andere dit overbruggingsrecht. Dat is nog niet beslist. Dus voor de maanden juli en augustus leven de zelfstandigen die eigenlijk nog niet kunnen opnieuw starten, nog een beetje in onzekerheid met betrekking tot de toepassing van dit overbruggingsrecht. Feit is wel dat de toepassingsvoorwaarden enigszins zullen verstrengen en men toch een omzetdaling zal moeten kunnen aantonen en ook een rechtstreekse link met de crisis en het feit dat u de activiteiten nog niet kan heropstarten. Dus, maar goed, dat overbruggingsrecht is ook een bestaande maatregel die de overheid snel heeft operationeel gemaakt en aangepast aan de behoeften die deze crisis noopte. Dus zover genoopt werden door deze crisis. Dat zijn de twee federale maatregelen die ik er eventjes wil uitlichten. Ik ben daarin niet volledig. Ik nodig u uit om onze website op dat vlak nog eens na te kijken. Er zijn ook maatregelen specifiek voor bijberoepers. De toepassing van dat overbruggingsrecht in het bijzonder is specifiek voor bijberoepers gemaakt. Er was ook het verhaal van de waterfactuur, enkel in Vlaanderen. Er is ook de uitbreiding van de win-win-lening. Daar kom ik straks misschien nog terug op, want die is ook in Brussel, ligt die ook op tafel. En dergelijke meer. Dus er zijn nog wel een aantal zaken. Ik ga nu eventjes specifiek naar twee belangrijke compensatiemaatregelen die het Brussels gewest heeft voorzien. Brussels gewest. Heeft enerzijds, er is al sprake van geweest, de maatregel van 4.000 euro voor de ondernemingen die verplicht gesloten waren. Ik ga eventjes, dus dat zijn de 3 premies voor de Brusselse ondernemers. Dus die eenmalige forfaitaire premie van 4.000 euro. De toekenning daarvan die is momenteel afgesloten. Als ik me niet vergis was dat eergisteren, was de deadline voor het indienen van deze premie. Dus die 4.000 euro. De tweede premie was een compensatiepremie van 2.000 euro. Dus dat is eigenlijk naar analogie van wat er in Vlaanderen gebeurde met de compensatiepremie van 3.000 euro.
die onder andere onder druk van Unizo is in het leven geroepen voor die ondernemers die niet verplicht werden om te sluiten, maar die door de omstandigheden wel een groot omzetverlies leden en dus eigenlijk recht zouden moeten hebben op een compensatie. In Vlaanderen bedraagt die 3000 euro. In Brussel heeft men gekozen om 2000 euro te betalen. Het toepassingsgebied is ook volledig verschillend. Maar vanaf vandaag kan u via de website, en u vindt deze informatie ook op onze site, dus via de website covidpremie.be, ik zie hier dat het nog niet is aangepast, maar dat zal straks gebeuren. In elk geval, die compensatiepremie kan u vandaag aanvragen. U kan checken of u daarvoor in aanmerking komt. Belangrijk is dat u enerzijds gebruik gemaakt heeft van het overbruggingsrecht in maart of april. Dat is een belangrijke voorwaarde die in Vlaanderen bijvoorbeeld niet bestaat voor deze premie. En een tweede voorwaarde is dat u minder dan 5 werknemers moet hebben. Dus het gaat in elk geval over zelfstandigen zonder werknemers of kleine ondernemingen met maximum 5 werknemers. Die kunnen van deze premie gebruik maken. Ook hier is er, enfin, daar is geen uitbreiding, het is een eenmalige premie. Daarnaast is er nog een specifieke premie voor taxis, taxibedrijven en taxichauffeurs, zelfstandige taxichauffeurs. Daar vindt u de informatie daar. En er is ook nog een specifieke premie in Brussel. Ook een vorm van compensatiepremie voor de creatieve en culturele sector. Eigenlijk twee soorten premies. Een premie enerzijds voor organisaties, dat kunnen ook VZW's zijn. Ook daar is er wel een politiek engagement voor deze premie van 2000 euro. Maar de uitwerkingsmodaliteiten die moeten nog volgen en die zullen te vinden zijn via Brussel Economie en Werkgelegenheid, dus de Brusselse administratie. En er is ook een premie voorzien voor de culturele sector, meer bepaald voor de cultuurwerkers, van maximaal 1500 euro per persoon. En dat is dan gericht naar diegenen die eigenlijk tussen de mazen van het net vallen, als men spreekt, als het net de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht is van de federale overheid. Wie daar geen gebruik van kan maken, kan in het Brussels gewest beroep doen op die premie van 1500 euro voor diegenen die in de cultuursector werken. Ook daar wachten we nog een beetje op de praktische en de concrete uitvoeringsmodaliteiten. Het is zelfs nog niet helemaal duidelijk wie deze premie gaat betalen, maar in elk geval, er is een politiek engagement om ze te betalen. Dat zijn de twee compensaties, enfin de premies van de Brusselse overheid voor de compensatie. Er zijn ook een aantal uitgestelde belastingen. Dat heeft vooral te maken met de citytax. Dat heeft ook te maken met de autobelastingen. Ook de onroerende voorheffing. Maar dat gaat overal allemaal over uitstel met minstens één trimester of tot eind dit jaar van de betaling van deze belastingen. Het gaat niet over een kwijtschelding. Er zijn wel een aantal gemeenten, de Brusselstad onder andere, die een aantal belastingen heeft kwijtgescholden. Genre de terrasbelasting uiteraard, die gehalveerd is voor dit jaar. Onder andere die. Ik wil nog kort iets zeggen over Finance Brussels. Ik had het in mijn introductie over het afstel van de maatregelen, het uitstel van bepaalde betalingen, de compensatie van bepaalde betalingen en dan ook de overname van bepaalde schulden. De overname van de schuld is natuurlijk niet in strikte zin dat Finance Brussels deze schuld overneemt, maar dat zij wel bepaalde voorwaarden biedt bijkomende schulden aan te gaan, overbruggingskredieten bijvoorbeeld, die zij aan interessantere voorwaarden dan de banken kan aanbieden, het zij in termen van lagere interest, het zij in termen van verminderde eisen rond waarborgen. Specifiek voor de horeca is daar meer dan 20 miljoen
euro gereserveerd om horecaleveranciers en grotere horecazaken en hotels te ondersteunen. Dus met een aantrekkelijk krediet. Het Brussels Waarborgfonds, dat bestaat ook al langer. Dat is een waarborgfonds dat eigenlijk via uw bank kan ondersteunen om een waarborg te geven aan de kredieten die uw bank aan u geeft. Dus hier is het niet zo dat het Brussels Waarborgfonds zelf aan u een lening toestaat. Nee, zij waarborgt de lening die u van de bank krijgt. In sommige gevallen, als u zelf als bedrijf onvoldoende waarborgen heeft, of de bank vindt in elk geval, wil niet over de brug komen met bepaalde kredieten, dan kan de bank beroep doen op dit waarborgfonds de lening die ze aan u toestaat, de waarborg daarvan te versterken. Een laatste belangrijke maatregel die recent van toepassing geworden is, dus is de mogelijkheid voor een overbruggingskrediet tot 15.000 euro. Dat wordt ook door Finance Brussels beheerd, dus via een van hun filialen, zoals men dat zegt, Brusoc. Dat noemt Brusoc Recover en het gaat dus hier over een overbruggingskrediet van 15.000 euro. Te gebruiken om werkkapitaal, voorraad of achterstallige betalingen te betalen, dus waarvoor geen verder uitstel kan verleend worden, aan een interessant tarief en ook enkel op basis van een persoonlijke waarborg. En tenslotte, maar dat is nog niet operationeel, er is wel een politiek principieel akkoord over dat men in Brussel ook de proxy-lening zal in het leven roepen. Dat is in Vlaanderen bekend onder de term de win-win-lening. Wat dus inhoudt dat privépersonen die investeren in uw vennootschap daarbij een aantal fiscale voordelen kunnen genieten. Enerzijds op het totale bedrag, en dat gaat ongeveer over 2,5% korting op de personenbelasting, aan rato van het bedrag dat u van hen leent. En ook een garantie dat in geval de lening niet wordt terugbetaald, zij 30% van die lening ook in mindering kunnen brengen bij of via hun personenbelasting. Dus dat is toch wel een niet onaantrekkelijk systeem om privaat kapitaal terug in de economie te pompen. Nogmaals, dit is nog niet van toepassing in Brussel, maar uit mijn informatie mag ik afleiden dat we dat mogen verwachten tegen juli, de laatste september, dat het operationeel is. Ik ben hier dan op die manier gekomen tot de volgende slide. En die wil namelijk nog iets zeggen over de steunmaatregelen van de partners. Dus ik heb het gehad over de steunmaatregelen van de overheid. Misschien dat er straks nog een aantal vragen zijn, daar zal ik met plezier trachten op te antwoorden. Maar ik wil toch nog eventjes uw aandacht vestigen op steunmaatregelen van partners. Misschien is steunmaatregel niet het juiste woord. En partners, denkt u van ja, wie zijn dat dan? Wel, redelijk eenvoudig, uw klanten, uw leveranciers, de verhuurder eventueel. En andere vennoten, of vennoten beter, in uw onderneming. Het kan mijns inziens niet opgaan dat u alleen naar de overheid kijkt als u financiële tekorten heeft door deze crisis. Het is niet slecht van naar de andere partners van uw onderneming ook te kijken of zij ook kunnen bijdragen aan het overleven of het terug relanceren. Herlanceren dus, van uw onderneming. Dus het beste voorbeeld is natuurlijk de verhuurder bijvoorbeeld. Waarom zou de verhuurder niet trachten een maand of twee maand of zelfs drie maand huur te laten vallen omwille van het simpele feit dat u eigenlijk in zijn pand in die periode mogelijk geen zaken heeft kunnen doen. Wij, Unizo, pleit ook in Brussel, en dat zal hopelijk deel uitmaken van de relance-strategie, op dat de overheid eigenlijk de eigenaars die
die een vrijstelling geven aan de huurders, dat die toch een tegemoetkoming daarvoor zouden kunnen krijgen, onder de vorm van een waarborg van de toekomstige huur. Goed, ik ga niet in over de details van deze maatregel, omdat die ook nog niet operationeel zijn. Maar in elk geval, er zijn ook al eigenaars die op vrijwillige basis huur hebben laten vallen voor handelszaken, voor horecazaken. Ik denk dat ook leveranciers, verhuurders, eigenaars van panden, de overheid zelf die eigenaar is van panden, heeft ook huur uitgesteld of is aan het bekijken om die te laten vallen voor bepaalde periodes. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is dat elke getroffen partner een duit in het zakje doet om de onderneming de kansen te bieden, ademruimte te bieden om te herstarten. En dan kom ik zo tot de relance. De relance die natuurlijk hopen wij nu eraan komt. En wat u ook al door had bij de voorgaande maatregelen, excuseer. Ja, oké. De relance, excuseer dat ik hier eventjes een mismanipulatie deed. Wat u door had bij de voorgaande maatregelen, in bijzonder de overname van de schulden en ook het afstellen van bepaalde uitgaven, is dat de overheid natuurlijk daar een beetje ook van een algemene maatregel moet gaan naar een meer individuele maatregel. En dus men wil natuurlijk wel afstel geven van bepaalde vrijstelling van bepaalde kosten of belastingen of dergelijke meer, maar men wil dat het liefst doen voor de ondernemingen die een toekomst hebben. Voor de overname van schulden door Finance Brussels, het beoordelen van elk dossier om al dan niet in een waarborg of in een achtergestelde lening of in een Brussels Recover lening in te stappen, is natuurlijk de individuele beoordeling van het dossier en het groeipotentieel van zowel de ondernemer als de onderneming in de veranderde markt post-corona. En de relance zal zich daar dus meer op moeten focussen van hoe kunnen we de ondernemingen die gezond waren voordien, ervoor zorgen dat die gezond terug kunnen of teruggezond kunnen worden en opnieuw de groei kunnen hernemen die ze op het oog hadden. Daar zal de relance zich vooral op moeten focussen. Wij geven daarvoor samen met Lisbeth Cornelis, een business coach van Unizo, komende vrijdag om 10 uur een korte sessie over de opportuniteiten die uw zaak zou kunnen benutten om van deze coronacrisis toch een aantal positieve elementen over te houden. Hoe speel je in op trends die er zijn, maar vooral ook welke aspecten van je business zal je versterken en welke aspecten moet je misschien volledig herdenken en welke partners ga je daarvoor aanspreken. Ik denk dat dat een belangrijke sessie is om ook aanvullend op de steunmaatregelen bij de overheid en bij de partners die er zijn en waar wij u warm voor oproepen om daar uiteraard gebruik van te maken, dat u die daarnaast ook heel uw businessmodel ook eens onder de loep neemt en zonder grote kosten en zonder een hele ommezwaai te maken van waar u tot nu toe mee bezig bent, maar door kleine bijsturingen er toch voor te zorgen dat u een levenskrachtige onderneming blijft. Dat is het opzet van de sessie die we komende vrijdag geven. Tot hier mijn korte presentatie over de steunmaatregelen. Aarzel niet, want we hebben daarvoor de tijd en we zijn ook niet met een grote massa deelnemers. Dus aarzel niet om nog enkele vragen, meer specifiek op een bepaalde steunmaatregel of nog een andere vraag, om die nu te stellen. Nee, geen vraag. Als die er niet zijn, dan moet ik u danken voor uw aandacht. U vindt achteraf deze presentatie op de site van 1819, die ik ook nog eens moet bedanken of wil bedanken voor hun samenwerking en medewerking om deze sessie mogelijk te maken. En de volgende sessies ook trouwens. Dus hartelijk dank daarvoor.
U vindt ook deze presentatie, dus de coördinaten van mezelf en van 1819. En daar kan u specifieke vragen nog altijd stellen. Bedankt en tot een volgende gelegenheid.